De NDP-fractie bij monden van Tatiana Loosje. En ik mis de bijdrage van... ...gaat op sociale vraagstukken die in de Nationale Assemblee worden aangekaart. Loosje zegt dat vooral vrouwelijke parlementariërs vaak hebben gewezen op sociale vraagstukken, zoals de waar er een betalingsachterstand is. En ik mis de bijdrage van de minister van Sociale Zaken. Het kan dat hij zijn werk buiten doet, maar het is ook goed als hij hier antwoord komt geven, voorzitter. Voorzitter, ik heb onlangs, een aantal weken geleden, hier de vraag gesteld hoe het staat met jongeren en seniorenburgers die bij winkels staan om te bedelen. Niet te bedelen omdat ze dat zo graag willen, maar omdat ze nu uitkomen omdat ze honger hebben. Uitbetaling van kinderbijslag zelf blijft achter. De vragen worden hier gesteld, maar de antwoorden blijven achter. Minister Uraiki Tramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt dat de regering altijd de vergaderingen van het parlement volgt. Hij geeft aan dat er reeds een aanvang is gemaakt met het inlopen van de AKB-achterstanden. Achterstanden zijn die niet door deze regering zijn gemaakt. Dat het natuurlijk al is begonnen sinds december al. Dat we zijn begonnen met het uitbetalen van de achterstanden. Natuurlijk. Om iets te starten is makkelijk. Iedereen kan een bord plaatsen en zeggen ik betaal vandaag. Maar om het daadwerkelijk te doen, te herstellen en te corrigeren, dat neemt tijd. En prudent beleid heeft ervoor gezorgd dat wij, collega Financiën en ik, intussen de zaken hebben bekeken. De regering heeft besloten om de resterende middelen, ik zal niet verder opgaan wat dat betreft, maar de resterende middelen die nog betaald moeten worden aan de achterstanden, dan uit te betalen binnen 2022. Minister Ramsaran zegt dat de regering hard aan werkt om sociale uitkeringen op tijd uit te betalen.